Zoveel zin in deze trip. Dit wordt echt zo gezellig. Going to Ibiza! We gaan Jan's birthday weekend vieren. We gaan naar een feestje! Deze man is niet goed. Wie is Mike? Geen idee. Dat is eruit. Geen andere rolls meer, alle haters. Zwaai weg. En het is een beetje grauw weer. Het regent gewoon vandaag. Het regent. Oh, regen. What the fuck? Het regent! Kijk dan, oh, je ziet gewoon dat het helemaal hard wordt. Maar we hebben in ieder geval geen botox gebruikt. Welkom weer allemaal bij onze nieuwste vlog. Helaas hadden we vorige week geen weekvlog, maar vandaar dat deze vlog extra lang is. Ik ga als eerste naar Ibiza met Jan en Mike. En ik kom daarna invliegen met Co en Chris voor het weekend om te party hardy. We gaan naar veel coole parties, we gaan veel eten, we laten veel hotspots zien. En we hebben ook een hele dag regen. En aan het einde van de vlog zie je nog hoe wij onze huid verzorgen. Ja, we zijn heel benieuwd hoe jullie het van vinden. Dit is onze eerste keer dat we het hebben gedaan, omdat we heel veel vragen naar krijgen dagelijks. Hoe wij aan zo'n mooie huid komen, wat we nou gebruiken. Dus ben je benieuwd? Blijf kijken aan het einde van de vlog. Gebruiken voor ons zo'n mooi glad huidje. Blijf kijken. En subscriben. Het wordt echt een te leuke vlog. En trouwens, we hebben 35.000 abonnees behaald. En Shil en ik willen een hele leuke winactie doen als we de 40k hebben behaald. En we hebben laatst Monique over de vloer gehad. En die heeft een hele leuke outfit uitgekozen. En een tour door de nieuwe head office van Reinders gekregen. Dus wil jij dit ook? Of heb je een ander leuk idee? Subscribe bij de 40.000. Modeshow invite. Abonnees gaan we weer een hele leuke winactie bedenken. Dus oké, blijf kijken. Abonneren. Love Reinders. Onze koffers staan ready om naar Ibiza te gaan. Woep woep, hot stuff, looking hot stuff. Ga je mee? Ja. Morgen leg ik precies hetzelfde met hier een cocktailtje en hier nog een drankje. Houd het weer vast, hè? Houd het vast, jongens. Oké, alles staat klaar. Een beetje zachtjes. Jongens, ga je pizza. Wakker worden. Oké, zijn we ready? Ik zie je niet. Oh, daar. Going to Ibiza. We gaan Jan's birthday weekend vieren. Week. Hallo, week. Thanks, man. Thanks. Doei, doei. We hebben een wolfpack, hebben we. Of we hebben drie musketeers. We're going to Ibiza. On my winter soca. Ah, la, 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 la. Jan's gezicht de hele vakantie. Ibiza, 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 Ibiza. Ons appartement. Everything white. Wij hebben dan all white everything. Heerlijk terrasje. Maar ook heerlijk een zwembad. Alles is hier mooi wit, wit, wit. En dan hebben we daar Jan. Eén slaapkamer. En dan de volgende slaapkamer. Nee. Dat is een beetje gek gebouwd, hè? En de andere slaapkamer. En dan lopen we zo door naar de keuken. To the kitchen. Heb je geen deuren? Kijk eens. Woe! Hier zijn de deuren. Hier zijn de deuren. We gaan nu snel omkleden en gaan we naar... Destino. Stretch. Wow, hij is nu heel licht. Ja, dat is hier ook heel apart. Oh, hij is nu beter. Ja, dat is wel with the three of us. Ja. Jan, waar ben je? Oké, ik zit bij Destino en ik heb zojuist een beetje gezond. Ik ben aan het vloggen en het is heerlijk weertje. En het eten is nu net gearriveerd. Ik heb nog altijd een truffelburger en een carpacciootje. Hoe lekker is het eten? Goed uitzien. Bon appetit. Oké, ik ben vandaag een beetje verbrand. Dit is nou Destino. Heerlijk spoedje. Hier ben de hele dag gelegen. Hier buiten. Daar komt Jan al aan. Jan! Oh. We zijn onwijs verbrand. Ik ben zo rood als mijn shirt, jongen. Echt onwijs verbrand. We gaan het zo filmen even in de shop. Maar we gaan ons nu lekker omkleden en dan gaan we lekker uit eten. In Ibiza is dat gewoon lekker. Wij ziet op de camera altijd echt wel. Kijk even naar mij. Rood zijn. Gewoon. Maar we gaan je zeker nog een keer terug met Marie de West. Ik heb met twee mannen op stap die nog langer dan ik erover doen om zich aan te kleden. Zo, Jan, je bent bruin. Dat is niet normaal. Rood. Nee, bruin ben je. Echt waar. Zijn we ready? Nou, ik heb 9 uur en ik heb honger. World night present. Oké, are we ready? Are we ready? Oké, let's go, handsome guys. How nice. Our apartment in dark. Lekker maar, we lossen het ooit, jongens. Ja, looking fancy. Nee, ik zet je er niet op. Jan en ik zijn met gezellig met z'n tweeën in Ibiza. Ja. Zonder Mike. Wie is Mike? Wie is Mike? Geen idee. Kijk, af en toe zie ik een sneak peek. Hola, hola. Onderweg naar de stop.
van Bautke. En Mike en Jan hebben dit nog nooit meegemaakt. Op een sloepje. Hoe gezellig. Gaan we naar de overkant. Naar Ibiza stad. We zitten op het pontje. Pirate life for me. It's a pirate life for me. It's a pirate life for me. Wij gaan nu lekker een restaurantje opzoeken. Ik denk Olivia. Of de tapas. Let's have a look. Follow you, follow you. Jan's birthday week vieren. Ja, en nu slaap gaat bij man. Kapot zijn we. Ik val nog wel mee eigenlijk. Ja, ik ben echt gesloopt. Ik ben nog helemaal wiki wiki. Er is heel veel omtrent mij momenteel. Ja, je maakt het ook wel heel spannend op Instagram. Met Mike. Ik ken Mike al heel lang, eigenlijk sinds ik 14 ben. Dus het is geen onbekende. En we zijn nu wel een koppel. Ja. Om alle vragen te beantwoorden. Ik snap dat sommigen denken het heel snel. Ze gaan maar daarop in, ga ik niet. Nee, ze weten dat is wel heel privé. Ze weten de situatie niet, wat er allemaal is gebeurd, noem maar op. Eruit. Dus dat is eruit. Geen andere roles meer alle haters. Zwaai weg. Ja, dus alleen maar positieve reacties. Ja, graag. Want niemand weet hoe het is gelopen en noem maar op. Dus dat moet iemand beoordelen alleen maar op Instagram. Nee, dat is ook al life, heb ik dat zelf ook gedaan. Dat geef ik eerlijk toe met sommige mensen die opeens van relatie naar relatie gingen. Maar ja, nu heb ik het zelf meegemaakt. Dus je weet het toch niet dat iedereen. Nee. Dus dat om even meemaakt. Al jullie dingen. Dus jullie zullen vaker zo op leuke tripjes zien. Onder andere. Ja, heel leuk. Want ik ga dus Sanalee morgen naar LA. Los Angeles voor Mike's werk en ook meteen voor een mini-vakantie. En meteen om leuke foto's te maken. Dus ja, de reiniscollectie. Ik ga naar LA morgen uit het niets. Even dus, een leuke weekje. Dus ik ben op de avond. Dus Marie die is en niet op vakantie geweest en ik ga nog een keer weg. Dus maar ik ben blij dat ik jou heb hier. Dan kan ik wel weg. Ja. Dankjewel. Oké, het is vandaag donderdag. En dat betekent dat ik vannacht ga vliegen naar Ibiza. Kootje gaat dan vanaf Frankrijk eerst naar Nederland vliegen. Want de vluchten waren vol rechtstreeks naar Ibiza. En die komt om 1 uur s'nachts aan. Dus je moet even 2 uurtjes wachten tot wij er zijn. Wij gaan 3 uur s'nachts de taxi pakken. En wij is dan Chris, Co en ik. En Jules is er dan met Jan en Mike en... Dat was hem. Ja. En ik ga nu mijn spulletjes pakken. Ik zie wel dat mijn vlogcamera bijna leeg is. Dus ik ben in de tussentijd ook eventjes mijn batterijoplader aan het zoeken. En voor de mensen die vragen, denken, wat heb je aan? Ik heb de Debbie-test aan van Reinders. Lekker als jurkje. En daarbij had ik vandaag ook deze laarzen. Die heb ik van mijn zus uit de winkel. Met een zilveren punt. Superleuk. Ga ik ook aandoen. Als ik dat in mijn handbagagekoffertje moet doen, is hij meteen vol. Fring. En Chirietje. Dit is mijn handbagagekoffer. En ik heb dit onder andere allemaal verzameld bij de Zara. En dan heb ik nog in mijn kledingkamer echt heel veel. Dus ik hoop... Oh, sorry. Ik heb de hik. Au. Dat het gaat passen. Ik ben bang van niet. Maar Sjoe heeft gelukkig ook nog veel kleding daar natuurlijk. Daar heb ik naar die oplader gelaten. Waar is nou de oplader van de vlogcamera? Ah, hier. Dus, ik ga nu even setjes passen. Dat ga ik jullie meenemen. Mijn haar is net geknipt. Dus het is echt zo'n antenne die uit mijn hoofd zit. Even die camera batterij doen. Kijken hoe lang ik nog kan filmen met deze batterij. Oké, dan ga ik eerst even mijn outfit aanpassen. Dit glitterjurkje. En ik stel toch alles af met een riem. Dus een simpele jurk, hoe beter vind ik het. Want dan kan ik het altijd nog stijlen. Is dit goed licht? Oh ja, ik ga even omkleden. Hoop maar dat ik het pas. Oké, ik heb hem even aangedaan. Nou, en dit licht is echt mega schattig. Ik had M besteld, maar het is een beetje groot. Maar ik ga hem denk ik wel meenemen. Met een riempje is het altijd wel leuk te combineren. Dus het jurkje neem ik mee. Dress number 2. Een very sexy dress. Ook van de Zara gekocht. Superleuk. En is dit dan van Stijn. En dit is normale kwaliteit. Ik ben een beetje overbelicht. Dus deze neem ik ook zeker weten mee. Superleuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb dit jurkje lekker voor het strand gekocht. Gewoon een hele wijde oversized blouse. Dus dit is niet heel bijzonder, maar ik vind het wel lekker om mee te nemen. We hebben natuurlijk nu midden winter uitgeleverd met Reiners. Dus ik heb weinig dingetjes wat ik aan kan. Maar ik ga wel dit leuke badpakje van Reiners meenemen. Die komt ook volgend jaar gewoon weer terug. En dan hoop ik met Jill even een leuke twinning outfit mee te maken. Ja, bij het ademen had gepast. Next beach dress. Ja, dat is ook gewoon van de Zara met een ruffeltje. En dan heb ik het wat leuker gemaakt met mijn riem. En er is dan roes aan de onderkant. Gewoon lekker luchtig voor het strand of als ik wakker word. Even lekker met ontbijten. Tot nu toe. Allemaal erg leuk. Bijzonder, bijzonder. Hoezo vlogen wij niet tegelijkertijd? Nou, het ging als volgt. Ja. Ik ging op vakantie. En ik had ook al mijn vakantie geboekt. Alleen toen is het dus uitgegaan met mijn ex. Dus toen had ik nog een hele week in Ibiza. Toen zou ik met Loesje op vakantie gaan. Omdat ik toch al alles had geboekt. Loesje kon op het laatste moment helaas niet meer. Nee, en toen was dus Jan jarig. Toen was Jan jarig. Kreeg het idee van, nou, hoezo gaan we niet voor jouw verjaardag dan naar Ibiza? En toen is Mike ook meegegaan. Want Mike is weer de neef van Jan. Maar is totaal geen familie van mij. Laat dat even duidelijk zijn. Dat is dat ook meteen uit.
uit de wereld. Dat staat ook meteen uit de wereld. Dus die ging eigenlijk in de eerste instantie mee voor Jan's verjaardag. En nu zijn we een soort van uit de hand gelopen feestje. En toen wilde, ja. Jill nog natuurlijk dat ik heel graag kwam, hoop ik. Ja, en toen Hadden wij met Ko gefacetimed. Toen zei Ko, waarvoor kom ik niet? Maar dat had ik helemaal niet bedacht, omdat ze natuurlijk in Saint-Tropez woont. Dus we zeiden, let's do it. Let's do this. En toen zei Chris, dit is natuurlijk van hallo. Hallo, ik wil ook mee. En dat kon allemaal gelukkig. Dus wij zijn toen met deze groep naar Ibiza gegaan. En ja, het was ja, ik ben van vrijdag tot maandag geweest. En Jill van dinsdag tot dinsdag. En jullie weten. Hey, we liggen heerlijk bij CBBC. Het zijn onze bedden. Heerlijk. Over de baai. Heerlijk weer. We zijn er gek aan doen voor Pasha vanavond. At CBBC. On the water. Our food is here. La 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 la. Ja. Wat een heerlijk uitzicht, zeg. Wat heb jij? Hoe heerlijk zo. Sushi. Huh? Wat zit weer leuk en gezellig. Leuk, hè, zit weer. Fucking good. Fantastisch. Fantastisch. Ik ben ontbijt dit. Hoe laat is het? Half vier. Ik ga buiten op zitten. Ga jij niet? Ik ga nu pas eten. Half okay. Vier. Let's do this. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heerlijk. Yes, yes, yes. It's set for you as well. Hello. Have a lovely day, guys. Enjoy. Cheers, guys. Cheers, thank friends. You so much, Yvonne. Take over. This is the plate from Jilly. Klein hamburgertje, yes, Jules. Het gaat allemaal pas in dit mooie figuurtje van je. Heel bescheiden. Heel bescheiden hamburgertje. Bon appétit, baby. Sorry Nederland, maar Sjoerdje werd uitgescholden. Maar ik weet niet uitgescholden, het was gewoon jaloers. Nee. Spanish was. Ze dacht dat ik Spanish was, omdat ik zo... Waarom is hij zo overbelicht de hele tijd? Ik weet niet waarom het zo overbelicht is. Tot hier. En hoe bruin ben ik geworden? Wow, hoe wit ben ik nog steeds? Nee, je bent ook super bruin. Kijk dan even op de camera, hoe bruin je bent. Ook wit. Einddagje, bed ziet er niet meer mooi uit. Hoe mooi is de zee? Wat een prachtig weertje. Waar gaan we nu heen, Jan? Oh, Jan gaat even afkoelen. In de mooie shadow bak. Dat is lekker. Ja, ik was verpest in mijn momentje. Oké, richting ashram. Ik hoorde nog net dat we even de zon. Ja, chill, kijk uit. De zon meemaken. Snel niet dood, jongens. 3, 2. Je bent hier, hè? Ja. Kijk hoe mooi, super druk. Daar is het restaurant. Dit is mijn lievelingsplek, Sunset Ashram. Hier kan je heerlijk eten, het uitzicht daar. Salute! Gewoon hoeveel sterren er staan. En was het onze eerste keer Ibiza? Nee. Wij zijn al vroeger heel vaak geweest. We zijn vorig jaar geweest, daarvoor nog een keer geweest. Kunnen we helemaal op vakantie? Eigenlijk wel. We kunnen niet tegelijkertijd weg, maar we waren nu van vrijdag tot maandag en we hebben een supergoed team hier op kantoor zitten die alles heeft geregeld. Ja, dus dan kunnen we gelukkig wel met gerust hart op vakantie. Ja, inmiddels wel. Ja, dus we gaan er nu ook wel iets meer van profiteren, eindelijk. Ja, dat zijn de honden! Deze man is niet goed. Kapot! Kapot! Oké, ik ben klaar. Je close to me. Ik lijk vet bruin op deze kamer. Mijn lookje voor vandaag. Graag Jan. Ik heb mijn agent provocateur bikini aan. Versace tas, Versace blouse geborrowed. Sarah shortje en de Reine slide. So I'm ready for another day at Destino. Wij gaan naar de overkant. We are crossing the LSA. The ocean. We zitten weer bij Destino. Okay. Cheers! Salut, 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 salut! Opnieuw aan de hamburgers! Liggen we heerlijk. Waar gaan wij zo heen, Jan? Which way? That way! We gaan partyen op Destino! Woep, woep. En hier tafel. Ik kan nog win! Super zin. We zijn vandaag een beetje brok. Dagjes hebben we een beetje gewinkeld, gewandeld. Ik heb een paar dingetjes gekocht, zoals ik wil laten zien. En morgenochtend komen Coco en Chris en Marie aan. Dan is de groep compleet. En dan gaan we gezellig kijken wat we gaan doen. So much fun! Wat? Stop! Up! Wacht op Jan! We gaan naar een feestje!
Zo, ik heb nog niet gepraat. Het is nu 3 uur 's nachts. Ik heb me snel omgekleed. Ik heb de jas aan die mama voor mij heeft gemaakt. Ja, het is echt insane. Al die mooie franjes. En hier franjes. Ik heb alvast mijn jurkje aan. En ik heb deze laarzen aan, want het past dus niet meer in de koffer. Deze laarzen. En ik heb nog hier een tas en hier. Dus ik hoop dat het mag. Maar ja, ik heb hier echt alleen maar serieus mijn make-up tas in zitten. Wat heel groot is. En nog een klein Dior tasje. En slippers. Ik kon mijn kleine tasjes gewoon niet meer in mijn handbagage doen. En mijn make-up ook niet. Nou ja, ik denk niet dat het heel erg is. Volgens mij heb ik altijd mijn handtas mee. En ik word nu opgehaald door Chris en de taxi. Dus ik ben niet verslapen door de wekker. Heel belangrijk. En ik dacht, ik wil of geen make-up op doen. Maar ik werd zo wakker dat ik denk, nou, daar moet ik maar even wat op doen. Zoveel zin in deze trip. Dit wordt echt zo gezellig. En natuurlijk overal meenemen. En volgens mij staat op de planning vandaag Destino. En vanavond naar Leo. En ik ben echt nog nooit naar Leo geweest. Grappig, ik heb het gewoon over vandaag. Destino voor 3. Dus tot zo. Zo, meet my crew, Chris. En Kootje, helemaal uit Saint-Tropez. Wij gaan bijna borden. En Sjoel haalt ons niet op volgens mij. We moeten gewoon met de taxi. Ja, blijkbaar. De motherfucker. Maar ze had me het adres doorgestuurd. En wij zijn over 3 uurtjes in Tropez, denk ik. We hebben er zin in. Party hardy. Zo, wij zijn geland. En het was heel erg donker. Ze hadden de licht uitgedaan. Dus het was niet echt handig om te filmen. We zitten nu de taxi naar ons appartementje. En het is een beetje grauw weer. Maar ik hoop maar omdat het zo vroeg is. Maar je kunt tenminste dan niet veranderen de eerste dag. Dat scheelt. We gaan sowieso een hele gezellige dag van maken. Lekker eten. En we gaan vanavond naar Leo. En Jules wacht ons straks op. Met spandoeken. Met spandoeken. Van yeah, kunnen zijn. Mensen, volgens mij zijn ze gisteren wel laat naar bed gegaan. Ja, niet of ze het hebben. Ready, steady. Nou, als ze maar wakker is. Ja, ze is wakker. Ik heb niet eens geslapen. Ik ben er ook. Ja. Ko heeft eerst van Saint-Tropez naar Nice gereden. En toen een vlucht naar Nederland. Om 12 uur. Nog 2 uur vertraging gehad. Dan nog 2 uur op het vliegveld te wachten. En dan nog op ons. Dus ik ben nu 12 uur onderweg. Een wereldreiziger ben je. Maar alles voor Ibiza. Het gaat niet ook leeg, maar ik krijg nou wat. Dat vind ik niet hoor. Nee. Oké, jongens. Het is nu 9:10. En Marie, Chris en Ko zijn dat je zit in de lift. En ze typen nu net dat ze zijn. Dus ik ga nu heel snel rennen naar hem toe. Want hoe leuk is dit? Nu krijg je van 2 kanten gefilmd. Ik heb dus ook een vlogcamera gekocht. Het regent gewoon vandaag. What the fuck? Oké, het regent. Jules komt nu naar ons toe gelopen, zei ze. Heel kort in de taxi, hè? Ja, het regent. Het regent, Chris. Nou ja, dat komt wel goed. Ik kom hier voor de zon. Ik denk dat het daar is. Ah! Ah! Ja, het regent! Het regent! What the fuck? Hallo, familie! Jules aan het vloggen en ik ben ook aan het vloggen. Hallo! Ben jij hier? Ben jij hier? Ja! Kut weer! Ja, we hebben het goede weer meegenomen. Hallo! Dit was deel 1 van onze Ibiza vlog. Willen jullie nog meer bekijken van onze Ibiza vlog? Wacht op volgende week. Blijf stay tuned, because next week deel 2. En het wordt echt amazing wals. En we laten ook een klein stukje zien van onze huidtutorial. Oké, zoals jullie zien zijn wij helemaal make-uploos. Want we kregen heel vaak de vraag hoe wij aan zo'n mooie huidje komen. En dit is een deel van onze huidroutine en dat wilden we graag met jullie delen. Dat is echt heel raar. Wat raar. Die knotjes zo. Dat vind ik echt heel raar. Ja, maar we moeten wel eens op die knotjes. Eén tellen. Anders laat het gewoon los hangen. Van los? Beter. Als je zo denkt, waarom heb je dat rare ding in je haar? Dat hoort bij de routine. Oké. We kregen onwijs veel vragen hoe wij onze huid zo mooi houden. Dus vandaar deze extra kleine mini tutorial. Wij gebruiken namelijk de Skort de Glay & Glow Masker. Van Glay & Glow. Van Glay & Glow. En wat dit ons aansprak is ten eerste omdat het gewoon allemaal een natuurlijke basis is. En het verzorgt gewoon heel goed je huid. Het is roze. Het masker is roze. Echt girly-achtig. En het is gewoon heel erg leuk hoe ze het hebben gepresenteerd. Ook de verpakking met Hey Beautiful. En dan open je het en heb je een super mooi kwastje. Ja, het kwastje is trouwens echt perfect. Het lijkt wel foundation kwast. En dan open je het en dan ziet de pot er zo uit. En dit is het kwastje. En dit gaan we voor jullie even demonstreren. Het haalt je mee-eters weg. Je roodheid in je gezicht. Gewoon droogheid voor je huid. Als ik terugkom uit China gebruik ik het ook vaak om het even weer wat vetter te maken je huid. Dus als we iets gebruiken dan is het eigenlijk Glay & Glow. Glay & Glow. Voor de natural glow of your face. En dit zijn dan de instructies die je moet doen. Het is echt heel erg makkelijk. Dus ja. We beginnen gewoon stap bij stap. Wat krijg je erbij? De headband. Waar heel leuk Glay & Glow op staat. Een masker. Borsteltje. En een heel mooi washandje. Waar je het volgens mij afhaalt. En je laat het masker 10 minuten zitten op je huid. En zelfs lang genoeg voor onze nagels. Dus dat is echt genoeg. Stap 1.
Wij hebben al ons gezicht met water afgespoeld. Dus dat hebben we al even gedaan. Niet met jullie. En nu is stap 2 gewoon om het aan te brengen met het kwastje. En dit vind ik echt mega leuk. En normaal doen we dat natuurlijk in de badkamer. Maar omdat we daar geen goed daglicht hebben, dachten we, we doen het gewoon hier. Dan kan je het beter zien, ook de kleur van het masker en ons. Dus we dachten, het is wel leuk als Jules mij gaat doen en ik Jules. Maar ik wil het wel gewoon mooi op mijn huid hebben. Zal ik zo staan? Ik wil het wel gewoon mooi op mijn huid hebben. Zo lekker koud. Hoe leuk is dat kastje? Je handen worden ook niet vies. Ik heb gewoon bijna mijn eigen kleur. Van deze kleur. Ja. We hebben een nieuw kanaal. Oh ja, vermijd ogen en mond. Zoals bij elk en ander masker. Als jullie dat gegrom hoorden, dat is, sorry, dat is Frenkie die is aan het spelen. En die kan ik niet in de bunch gooien, want die gaat echt gillen. Oh, het is echt lekker. Ja, ik ben bezocht van met de. En het is ook fijn aan deze, dat hij zo snel droog is. Dat vind ik heel chill. Ja, dus je kan het ook even snel, voordat je nog weg gaat, opdoen. Of, zoals nu, als we even lekker. Vind ik wel fijn. En als je denkt, nou, ik heb even een relax momentje thuis. Ik vind het wel heel hard. Oh, het is heel raar voor mij om met de rechter, zeg maar, jouw linkerkant te doen. Lekker dik, hè? Ja, en ik vind de kleur dus super leuk. Want de meeste maskers zijn wit of transparant. En zal wel heel goed zijn voor je. Maar ja, het is toch ook wel leuk als het een beetje een leuk kleurtje heeft. Het is wel girly. Volgens mij ben jij ready to clay. Yes. En hier na to glowen. Kijk, het verschil. Oké, ik ga jou doen. Wij gebruiken even hetzelfde kwastje. Want. We zijn niet iets van. We zijn niet iets van elkaar. Ik ga wel eventjes iets dichterbij gaan zitten. Misschien is het beter. Voelt lekker, zeg. Lekker, hè? Lekker koud ook. Het was niet eens in de koelkast hebben waard. En ik vind die maskers ideaal. Of die headbands. Dan wordt je haar niet vies. Gewoon al die poriën ook. Dat het in het masker gaat. In de huid. Trekt. Opneemt. Andere kant. Oh, is inderdaad moeilijk. Ja, hè? Maar die is heel beetje precies als je ziet. Ja, sorry. Ook maar boven mijn lip, hè? Ja, ja. Ik was laat. Ik ben helemaal zin ervan. Nee, juist niet. Oh. Keeping the duck face alive. Yes. En hoe vaak doen wij dit? Wij doen dit denk ik 1 keer in de maand. Of 1 keer in de 2 weken. Nou, in China hebben we het iets vaker gebruikt, omdat onze huid zo droog is. Maar het ligt maar een beetje aan je huidtype natuurlijk. Het voorkomt gewoon lekker, ja. Puistjes en je voornamelijk mee-eters vinden wij het belangrijkste. Ja. Want wij hebben niet heel vaak puistjes, maar mede ook dan het maskertje. En we eten ook wel heel gezond. We roken niet. Denk niet. Het is wel slim om na gebruik even het kwastje uit te spoelen, voordat het kwastje ook hard wordt. Met water, gewoon warm zo? Water. Oké, okay. We laten dit nu 10 minuten intrekken. Die van mij droogt al, zie je, dat het lichte plekken. En Jules is nog aan het beginnen. 10 minuutjes. En we zijn zo terug. Het begint al te drogen. You can see it. Oh fijn, al die lichte plekken zijn al die droogdingen. Ik voel het ook zo harder worden, want het goed droogt. Maar we zijn echt nu een paar minuten verder, dus het gaat echt mega snel. Heel fijn. Ik ben aan het wachten. Pointing. En het voelt ook lekker zacht al, hè? Dat is zo fijn. Dus toch eventjes wachten en dan gaan we het zo afhalen. Wat ik zo fijn vind aan het masker, want normaal gesproken hebben we hebben wel een hele mooie huid, maar zijn vaak wel iets geïrriteerder voor maskers, zodat het daarna rood wordt. Dit is dus allemaal cruelty free, dus niet op dieren getest. 100% vegan, geen parfum toegevoegd, dus je voelt gewoon ook als je het opsmeert dat het heel natuurlijk is. En normaal gesproken letten we er niet zo op, maar de laatste tijd letten we steeds meer op, wat we toch wel belangrijk vinden, want we promoten ook echt achterstaan. Dus Slay and Glow is definitely our favorite to use. Ons masker is nu bijna droog, dus we pakken alvast de washandjes erbij. Washandjes? Om straks eraf te halen met warm heel water. Zacht, trouwens. Het is heerlijk zacht. En zoals je ziet geeft het ook niet af het masker. Dus en super handig ook voor onze lange nagels dat onze handen niet onder gaan zitten. Kijk dan, oh, je ziet gewoon dat het helemaal hard wordt. Maar nou, we hebben in ieder geval geen botox gebruikt. We hebben onze washandjes nat gemaakt. En laat zien hoe makkelijk het ook van je huid opgaat. Door middel gewoon van het wrijven. Dit is zo lekker. Kijk. En alles komt er heerlijk af. En hierna hebben we een heerlijk huidje. Zoals jullie kunnen zien is het niet rood of geïrriteerd. Nu alleen van het wrijven een beetje bruiner. Oké, ik moet mijn washandje ook even weer onder de kraan houden. We hebben in ieder geval een idee hoe makkelijk het eraf te vegen is. Heerlijk. Oh, het werkt ook zo lekker. Maar gewoon naar modder. Maar dan heerlijke modder van de sauna. Lijkt wel een ijsje. Wat doe je nou? Smaakt ook lekker. Ik weet niet of dat echt dat kan. Dat is denk ik niet de bedoeling, Jill. Oké, ik ga nog uitspoelen. Be right back. Ben je klaar? Nou, I'm ready. Ready to show my face. Ready to show my face. Oké, we hebben nu net ons masker eraf gehaald. En onze huid vond echt zeer zacht. En we zijn echt super blij met het masker. Eindresultaat. De closure look van ons huid. Dus de koppies. En jongens, we hebben nu geen make-up op. Geen filter. This is real life.
vind het schat met die hamburgertjes. Jullie zijn natuurlijk heel jong. Zijn jullie nou ook zo enthousiast als ons? En willen jullie dit ook uitproberen? Hebben wij een klein verrassingetje voor jullie? Want wij hebben een kortingscode. Aangezien we dit product heel vaak zelf gebruiken en echt er heel erg tevreden over zijn over het eindresultaat, willen we dit met jullie delen. Dus vandaar dat wij 15% korting geven. In samenwerking met Clay & Glow. Dus met de kortingscode Reinders15. We gaan het ook onderaan onze vlog benoemen. Dus als jullie het willen bestellen, gebruik onze kortingscode. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Anders gaan we dit zeker vaker doen. Ook met onze meerdere huidroutines en haarroutines. Maar dit is een van onze favorites. Yes. Love Reinders. Love Reinders. Lekker frisse kopjes. Bye.